voor jou. Lenny, tel tot drie. Welkom bij... Echt iets voor u. Hallo allemaal, welkom bij Echt iets voor u vanuit mijn kot. Het is vandaag de zoveelste woensdag in quarantaine. We leven nog, dat is het belangrijkste. We proberen ons nuttig bezig te houden. En ik dacht, waarom niet babbelen met een bekend iemand die ik eens een aantal fragmenten uit het VRT-archief laat zien, want het archief is gigantisch. Hier liggen duizenden, enfin hier niet, maar in Brussel op de Rijslaan liggen duizenden en duizenden tv-programma's die ooit uitgezonden zijn, die eigenlijk heel plezant zijn om terug te zien. Dus ik dacht, ik bel een bekend tv-gezicht, ik laat een aantal fragmenten zien waarvan ik vermoed dat het echt iets voor hem of voor haar is. Vandaag heb ik een reizende ster. Prachtige vrouw, iemand die al twee seizoenen schittert in een zeer populaire reeks op 1:30ers. Ze speelt Saartje. Daarnaast is ze ook onderneemster, ze heeft een supermarkt. Ze heeft een gezin, ze woont samen met haar man Niels in Capelle. Welkom, Kim van Onsen. Hallo, dag Steven. Dag Kim, hallo. Hey. Hoe is daar in uw kot? Goed. Ja? Eigenlijk echt goed. Er overheerst zo heel haar dankbaarheid, omdat ja, ik kan nog gaan werken. De kinderen zijn gezond, onze omgeving is gezond. Op zich gaat het wel. Natuurlijk is niet alles even leuk. Helaas is mijn grootmoeder overleden, dus dat is echt wel minder. Maar ze had echt wel een gezegende leeftijd, dus op zich is het een dankbaar afscheid. Maar ja, we hadden natuurlijk liever in andere omstandigheden afscheid kunnen nemen en kunnen waken. En kunnen terugdoen wat ze altijd voor ons heeft gedaan, voor ons zorgen. Maar dat kon niet, dus dat wrong wel een beetje. Maar we hebben er wel vrede mee, het is voor iedereen hetzelfde. En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus op zich, ja, moet je er gewoon bij neerleggen. En buiten dat is ook bij ons het feit dat de kinderen heel veel thuis zijn. Altijd thuis. Ja. Ja, dat, ik zag in uw generiek, ik moest daar al heel hard mee lachen. Ik tel tot drie, dat hebben wij ook al heel veel moeten zien. De regel van tel tot drie, ja, ja, dat is de stap voor... Herkenbaar. Ja, de volgende stap is ik ga boos worden. De stap nadien is ik, je mag dan niet op de PlayStation of geen dessertje. Ja, er zijn een aantal ingrijpende manieren om de kinderen te bedaren. Maar dat vind ik persoonlijk het moeilijkste. Ik zie mijn kinderen doodgraag. Ik vind het zeer tof om met Katrien, mijn vriendin, en onze twee zonen samen te zijn. Ik geniet daar ook van. Maar soms is het... Ja, dat is te veel. Hè. Bijvoorbeeld, jouw kinderen zijn nog heel klein, hè? Ja, ik heb nog kleintjes, ja. Ja. Ik heb een zoon van 6 en van 8. En die van 8 moet ik ook lesgeven, hè, pre-teaching. Dus je krijgt dan taken van school. En die zijn aandachtspannen is 10 minuten... En dan is die weg. En dan zie ik die lijst van wat die allemaal moet doen. En dat is gigantisch. Echt, dat is gigantisch. En dat is zo moeilijk. Ik ben geen pedagoog, hè, dus ik probeer dan kalm te blijven. En oh, het is moeilijk. Maar goed, Kim, dat is voor het mij... Het respect voor leerkrachten groeit weer al enorm. Ja. De zorgsector, de hulpdiensten, de leerkrachten, die mensen zouden moeten ongelooflijk goed betaald worden. Dat is schandalig, mocht daarop bespaard worden de komende jaren. Ja. Maar wat ik wou zeggen, Kim, is dat is voor mij het zwaarste. Ik vind het ongelooflijk wat jij hebt meegemaakt. Namelijk, jij hebt moeten afscheid nemen van iemand in quarantaine. En ik heb gezien op tv hoe heavy dat is. Ik bedoel, je kan dan ook fysiek geen afscheid nemen. Ja, dat is heel moeilijk. Nu hebben ze is in het woonzorgcentrum, sorry, waar dat ze verbleef, hebben ze echt hun best gedaan. Hebben ze foto's gestuurd, hebben ze filmpjes gestuurd. Mijn mama en een onkel hebben een kwartiertje binnengemogen, haar dingen kunnen zeggen. Dus die hebben er alles aan gedaan om dat wel zo waardig mogelijk te laten gebeuren. Maar het blijft, ja, in normale omstandigheden. Het was mijn laatste grootouder, ga de waken, ga de afscheid nemen, kunnen nog een aantal dingen zeggen. Ja, en dat is nu allemaal heel moeilijk. Maar ja, het is zo. Je kunt erover blijven filosoferen. Ik vind het gewoon jammer, omdat het was ook zo de grootouder waar dat wij zo kind aan huis waren. Die hebben ons zo'n beetje mee opgevoed. Heel veel voor ons gezorgd. Dingen met ons gedaan. En dan denkt nu dat je dat het moment is om iets terug te doen en om ook voor haar te zorgen. Kun je dat niet. En dat is gewoon een beetje frustrerend. Maar mijn grootmoeder was wel een heel rebelse. Ik vond dat heel tof. Die had ook een hele grote mond. En dus wij proberen het zo te bekijken van dat hij nu net in die crisis moet komen te gaan, is echt helemaal haar. Dus we dachten, ja, ze okay. Moest nu weer net een moment zoeken dat extra specialer was dan anders. Zo proberen we het dan maar te bekijken.
Want ja, dat was ook net wat ik leuk vond aan haar, dat ze zo heel, zeker voor haar, in haar tijd, heeft die echt wel dingen gedaan dat je zo denkt, ja, die is echt crazy, maar ik vond dat tof, ik vond dat heel tof. Ja, het is prachtig dat je het zo bekijkt, maar het is ook een crazy tijd, hè. Uiteraard weet niemand wat de toekomst brengt, maar niemand had toch kunnen denken dat we hier zouden inzitten. Ik had dat echt niet zien aankomen. Dat begint dan daar zo in China en je leest dat in de krant en je ziet dat op televisie. En ik weet niet of dat naïef was van mij, maar ik dacht echt, ja, voilà, in Azië. En dan dat dat zo naar hier zou komen en zo wereldwijd verspreid zou worden, was ik in het begin toch nog wat naïef over. Ik had dat was er zo, ineens was dat er en ja, ik had dat echt niet zien aankomen. Tot op het laatste was dat echt... Ik weet nog dat wij op donderdag is de sluitingsdag van onze winkel. Hebben wij daar een... Ja, ik heb een supermarkt. Ja. Allee, ik run een supermarkt samen met mijn broer. Is onze sluitingsdag hebben wij nog een reclamespot voor iets opgenomen. In een lege winkel met nog een hele cast en crew. En het was eigenlijk pas tegen de avond dat zo doorsijpelde wat er ging gebeuren. En dat ik mij besefte, oké, wij gaan hier morgen... Gaat er hier gehamsterd worden? Gaan wij overvallen worden door mensen? En dat had mij wel echt in snelheid gepakt, ja. Is dat zo, ja? Ja, ons allemaal, hè. Dat begon klein. En wij zagen dan op het nieuws s'avonds laat beelden van in andere winkels waar er gevochten werd, waar er rijen stonden tot op straat, waar dat de laatste wc-rollen aan getrokken werd. En ik dacht, maar nee, wij zijn hier niet op voorbereid. Ik heb die bezetting niet, wij hebben die producten niet. En dan heb ik wel echt heel de nacht wakker gelegen van oké, hoe gaan we dat moeten slikken? Hoe gaan we dat moeten aanpakken? Gaan we maatregelen moeten treffen? Maar je kunt dan niks meer doen, hè. Er was ook nog geen sprake van social distancing. Dus de mensen stormden de winkel binnen. De medewerkers en wij waren ook niet beschermd. Er was nog niks. Er waren geen mondmaskers, geen handschoenen, geen schermen. Iedereen kwam heel dichtbij. En achteraf bekeken, allee, was dat eigenlijk niet goed. Nee. Ja, het is maar onderweg dat we zijn beginnen inzien wat we moesten doen. Hè. Het was niet voor iedereen, zelfs voor virologen, voor de regering. Voor iedereen moest zijn weg zoeken en we doen het nog steeds. Hè. De persconferentie van vorige week bewijst het dat het voor iedereen luid op zoeken is constant. Ja, vallen en opstaan. Hè. Maar ik vind wel, allez, iedereen doet zijn best. En dat vind ik wel heel belangrijk. Maar er worden fouten gemaakt. Maar ik vind dat mensen zo wel... prikkelbaarder worden naarmate dat ze thuis zitten naar andere mensen toe. Dat ik denk, ja, maar sommige mensen doen ook niet bewust iets fout. Soms is dat snel gebeurd. Hè. Bijvoorbeeld, ik kijk ook naar onze medewerkers en onszelf. Wij werken in een supermarkt. Wij zijn nooit opgeleid om te werken in risicovolle omstandigheden. Dus hoe dat je masker moet gebruiken, hoe dat je handschoenen moet gebruiken, hoe dat je iets moet desinfecteren. Wij krijgen wel informatie, maar die komt met mondjesmaat binnen. Die is soms tegenstrijdig. Dan kregen we zo tips van verpleegsters, maar de een zei dat, de andere zei dat. Dus je weet op den duur niet meer wat je moet doen. En je merkt dat mensen daar dan toch heel gevoelig aan waren. Uit angst natuurlijk en uit stress, omdat ze... Ja, de ene gaat anders om met stress als anderen. En er zijn zo twee groepen mensen. Je hebt één groep klanten die overdreven dankbaar zijn en die brengen zo chocolaatjes mee voor ons, die applaudisseren. We hebben al een spandoek van kindjes aan onze poort gehad. Dus je hebt dan zo die groep, maar je hebt toch ook wel een veel kleinere groep die, ja, die nerveus zijn en die dan naar de winkel gaan zien als een noodzaak en dat liever niet doen. En dan merkte dat er zo discussies ontstaan tussen klanten onderling, omdat die het te dicht kwam. En dat zijn dan discussies die toch niet op een manier gebeuren dat ik denk, oh, in normale omstandigheden... gaat het er toch niet zo over op reageren. Terwijl, ja, ik vind mensen heel prikkelbaar worden. Ja, het is zo. Hè. Ik merk het ook aan mezelf. Ik ga ongelooflijk graag winkelen. Ik beschouw dat altijd een beetje als op vakantie zijn, naar de supermarkt gaan. En nu is dat echt stress. Ja. Effectief. Ik kom graag mensen tegen en nu is elke mens die je tegenkomt in een rayon potentieel gevaar. Dat is absurd, ja, dat hè? Dat is vreemd, hè? Ja. Ja, terwijl... Ja, en zo houden ze elkaar zo in doog. Doe jij niks dan niet, maar geen jij niet. Ja, ja, ja. Maar wel tof dat mensen ook dankbaar zijn, hè, dat ze chocolaatjes brengen. Zijn dat dan chocolaatjes die ze eerst bij jou kopen en dan jou... Echt? En dan zeggen ze aan de kassa, maar dat is voor jullie. Allee, vooral voor de medewerkers dan. Hè. Dan leggen we dat in de refter en dan iedereen... Maar allee, we proberen ook wel zelf... Nee, we eten dat echt op. En dat is heel snel op. Dus ze zijn allemaal welkom. Als je iets van chocola of snoep bij ons in de refter legt, dan moet je heel rap zijn om er eentje van te kunnen eten. Nee, ik vraag u dat, omdat dat doet me denken aan een anekdote van Eddie Wally Zaliger.
De zanger die had dus vroeger een feestzaal in Zelzaten. En daarnaast... maar hij woonde in Ertvelde, maar ik denk dat... Nee, ja, je hebt gelijk. Hij woont in Zelzaten, maar zijn feestzaal was in Ertvelde, absoluut. Maar er was ook een bloemenzaak aan. En dus, er kwamen bussen mensen, fans, die kochten allemaal bloemen voor Eddie. Wauw, schat, dankjewel. Wauw, geweldig. En backstage gingen die gewoon terug die boeketten naar de winkel. Dus dat is zo heeft hij de mens dus heel veel geld verdiend. Voilà, dat is een heel goed businessmodel. Absoluut. Goed. We gaan straks zeker nog over de supermarkt praten. Maar Kim, jij speelt ook mee in Dertigers. Dat kan momenteel niet gedraaid worden. Nee, ik vind het heel jammer. Ja, er stonden heel veel leuke plannen op de agenda. En daar zouden wij nu normaal al mee bezig zijn. En die staan uiteraard on hold. Dus het is voor ons een heel groot vraagteken wat dat er wanneer gaat gebeuren. Maar nogmaals... Het zal wel goed komen. Ik denk alleen dat dat één grote soep gaat zijn. Want nu heb je de projecten lopen, dat zal voor u hetzelfde zijn. En in het najaar heb je de andere projecten toegezegd. Maar hoe dat de planning er nu uitziet, gaan de projecten die nu hadden van start moeten gaan nog gedraaid worden. Dus ik vraag me heel hard af of dat wij 24/7 en 's nachts gaan moeten draaien om dat al rond te krijgen. Maar dat zal zichzelf ook er. Je moet geen problemen maken voordat ze zich stellen. Dus... Het zal wel goed komen. Perfect, Kim. Je zou de politiek moeten ingaan. Nee, merci. Nee. Zeg, Kim, ik vroeg mij af, keek jij als kind veel tv? Ik keek altijd heel graag tv, maar ik mocht niet altijd tv kijken. Nee, dat werd wel een beetje aan banden gelegd. Ik vind dat ook wel goed. Ik vind dat ook normaal. Ik doe dat nu ook. Want als dat aan mij had gelegen, dan had ik veel meer tv gekeken. Maar dat was wel zo echt... als we thuis kwamen s'avonds... Dat was nu, denk net voor het eten, was dat dan... Ja, dan waren wij nog heel klein, hè. Zo tiktak en zo, dat mocht dan een kwartiertje of een half uurtje. En in het weekend hadden wij dan wel zo'n vaste tv-moment. Of op vrijdagavond ook, geloof ik. Maar het is niet dat wij buiten die uren mochten wij dus wel echt geen tv kijken. Maar een van de programma's waar je heel graag naar keek, was dit. Postbus X. Oh, fantastisch. Ja? Ja, dat heb ik heel veel gezien samen met mijn broer. Ja? Het melkhuisje. Juist, het melkhuisje, ja. Weet je nog waarover het ging? Het was dat dan zo... Die werkten allemaal samen op een redactie, niet? Klopt, ja. Van de, en de, dan... De... Ik weet niet meer zo van de hoe... Ravenburgse Post. Ah ja, van de Ravenburgse Post, dat was het. Ja. En dan... het melkhuisje, dat weet ik zo nog heel goed. Daar mieten ze dan altijd. Nee? Juist, ja, absoluut. Ja. En Felix Haantjes vond ik zo'n heel grappig figuur. Ja. Dat was zo mijn favoriet. Ja, en Paul Ricoeur natuurlijk. Ja. Paul Ricoeur kenden veel mensen al van Merlina van ervoor. Ja, dat hebben we ook een beetje eigenlijk... gezien. Ja? Ja? Ja, Postmuziek was een beetje de opvolger van Merlina. Ja. Maar dit ging eigenlijk over een geheime organisatie, Postmuziek, die mensen hielpen die problemen hadden. Dus als je een probleem had, kon je een brief schrijven die dan in die Postbus X steken. En eigenlijk was dat onder het mom van een redactie van een krant. He, dus je had die redactie... Ja, sommige dingen moeten echt wel terugkomen, ja. Ja, maar het is lang geleden, hè. Dat is begonnen in 1989, dus dat is zeer lang geleden. Dat is ook nog wel klein, ja. En effectief, zoals je zei, beneden had je het melkhuisje en daar spraken Paul en Jesse altijd af met de persoon die hen hun hulp nodig had. Ja. De enige die van niks wist, was inderdaad, zoals ze daar straks zei, Felix Haantjes. Ja. Dus voor hem moesten ze altijd alles geheim houden. Ja, dat was ook zo'n beetje zo de domme, hè. Ik vond dat tof. Nee, was dat niet? Je wist absoluut. Zo nooit niks. En dan verstoorde die je toch zo de plannen soms? En... Ja, het was altijd spannend, want ja, dat was dan een beetje zo... Ook de gimmick van, gaat hij te weten komen of niet? En dus dat melkhuisje, dat vond ik toch ook wel bijzonder. Weet je nog wie de cafébaas was van het melkhuisje? Ja, hij had zo'n snor. Ja. Ja, je had eigenlijk... Hoe heette die nu weer? Jij bedoelt Waldo, dus je had eerst Bodo. Bodo was een soort spierbundel die ook vaak ingezet werd. En dan later was dat geen roodharige, heel brede? Absoluut. Dat was de eerste, ja. Dat was de eerste. En dan is die vervangen door Waldo. Die had een snor, inderdaad. Maar misschien eens kijken naar een fragment waar we dat melkhuisje ook zien. Felix. Gaan jullie mee naar het melkhuisje? Het melkhuisje? Ja. Zeg, het is altijd het melkhuisje. Ja. Wil je eens naar het kikkerkot gaan?
Die nieuwe zaak in de galerij. Ja. Prima idee, Pat. Ja. Dat decor is zo 90's, hè? Ja, super toch. Mij. Ik dacht zo, haantjes en kiekers. Die pul van Pol. Zoals koek en ei, hè? Hey, ja, als ik er nu naar kijk, wil ik gewoon al direct terug volgen. Dat is zo nostalgisch voor mij. Dat is ongelooflijk. Als we nu eens naar de Italiaan gaan. Ja. Oh ja, en Italiaan, 90's all over again. Van Waldo, die staan en nu zijn ze hem waarschijnlijk aan het misleiden. Waldo, Waldo. Ja. Hij mag niet naar het melkhuisje. Ja. Weet je wat? Ik trakteer. Hè? Ja, en dit is het melkhuisje. Onder de stille afwisseling ja. van Waldo. Kijk, je moet eens letten hoe hij moet proberen spontaan te lachen. Wat is daar zo lachwekkend dan, Polletje? Eigenlijk niks. Zeg, Paul, hoeveel heb eigenlijk... Verbaast mij dat nu, hoe dik dat het er allemaal op ligt. Als ik een kind was, leek dat er allemaal niet zo dik op te liggen. Nee, exact, exact. Ja. Dat is zo vreemd. Zeg, dat zijn onkosten die ik gemaakt heb. Ja, het licht is uit daar. Misschien dat de technische ploeg gaan eten was toen. Ik weet niet hoe het komt. Het zal toen ook een crisisperiode geweest. Ja. Terugbetaald. Ja, vind ik zo. Het is wat jij zegt, dat ligt er dik op. En dat werd zo heel... Zeg, waar ga jij naartoe gespeeld? Dat meen je toch niet? Ja, zo heel, ja. Ja, ja, ja. Maar dat is moeilijk, hè, Kim? Ja, jij bent actrice, doen alsof je spontaan lacht, dat is toch moeilijk, nee? Kan jij dat goed? Ja. Ja? Allee, ik weet het niet, dat is aan de mensen om daarover te oordelen. Doe eens, maar doe ik doe mijn best om dat... Moet ik nu alsof je iets grappigs hebt gedaan? Ja, ja. Ah, kijk, voilà. Maar nu... Wacht. Ja, maar nu ben ik beledigd, want ik weet dat je het niet meent, hè? Nee, sorry, ik meende het echt niet. Maar goed gespeeld, goed gespeeld. Postmuziek, dus daar mocht je wel van je ouders naar kijken. Ja, maar ik denk dat dat dan in het weekend was. In het weekend werden er zo echt wel uitzonderingen gemaakt. Ik weet niet meer wanneer dat speelde, jij weet het misschien? Ja, dat is zo vaak eruitgezonden. Ik weet niet precies op welke dag het origineel was. Ik vermoed in het weekend. Ja, ja zo. Kijk, dat was toch vroeger zo, dan was weekendtijd om tv te zien. Ja, en ook Ketnet bestond nog lang niet. Nee. Er waren geen kinderzenders, dus ik denk dat je wel... Je had elke dag Tic Tac en Plons rond 6 uur op TV1 toen, hè, 1 nu. Maar echt kinderprogramma's, woensdagnamiddag had je die. En Samson begon dan ook in die periode. En in het weekend. Dus de kans dat dit in het weekend was, is vrij groot. Ja, nu heb je aanbod 24/7 voor de kinderen. Maar inderdaad, dat was heel beperkt. Hè? Ja, dat is het grote verschil tussen onze kinderen, Kim, en onze generatie. We schelen wel een paar jaar. Maar ik bedoel, onze kinderen, als die zin hebben om iets te bekijken, weten ze van, oké, ik wil nu naar SpongeBob kijken. En dan kunnen die alle afleveringen bekijken. Ja, ik kom uit een tijd dat je een week moest wachten voor een volgende aflevering. Ja. En als je niet voor tv zat, dan had je het gemist. Herken Alhoewel, je dat? Ja, nee, maar wij namen zo wel al dingen op cassettes. Ah, de videocassette. Ja, dat deden we al wel. Zo rijk waren wij niet. We hadden geen was video. Was dat chic toen? Ja, eigenlijk wel, ja. Toen bestond dat toch al wel even. Hè? Ik ben 42, dus ik ben wel ouder dan jij. Nee, dan was dat al wel... In de jaren 80, heb ik het idee. In de jaren 80 was dat echt voor rijke mensen. Je kon dan wel in het weekend een moviebox huren. Dus je kon naar de videotheek gaan. En dat was een video, niet recorder, maar die kon gewoon video's afspelen. Maar ik onderbrak je, dus je vertelde dat jullie dan wel regelmatig programma's opnamen. Ja, dat deden wij dan wel. En dan, want mijn ouders waren ook zelfstandigen, dus die waren altijd... Ja, vrij laat thuis, vaak 7 uur, 7:30. En dan zo echt familyprogramma's, dat werd dan zo wel opgenomen en samen bekeken. Jonge mensen, ik bedoel, kinderen, tieners, zelfs twintigers, hebben geen idee wat dat is, hè? Een videocassette. Nee. Dus ik heb een fragment geselecteerd. Het is uit een programma schooltelevisie. Vroeger gaf de VRT dus les aan de mensen. En het programma heet Mediakunde, het is uit de jaren 80. En daarin leggen twee meisjes uit wat een videorecorder is, wat een cassette is. En dat is actrice P. Vermeers en de zeer jonge Alexandra Potvin. Even kijken. Oeh. Weergeven natuurlijk. Opnemen doe je dan zo. Ja. Je kan een programmadeel opzoeken. Zo. Gaat heel vlug. Ja.
Dus dat werd echt uitgelegd aan de kijker wat een videorecorder is, hoe dat die er van binnen uitziet. Dat zou eigenlijk goed zijn om aan onze kinderen eens te tonen. Die zeggen echt, wat is dat? Exact, dat is En dat bleef altijd hangen. En die band die er zo uitkwam. En dan moest je dat terugdraaien. Ja, en die tracking dan, je moest die koppen kuisen. Je gaat dan zo speciale cassettes voor je videorecorder te kuisen. Je moet dat wel overkopiëren. Hè? Ja, maar toen waren wij daar wel super tevreden mee. Natuurlijk, wow, dat was fantastisch. De mogelijkheid om iets opnieuw te bekijken, dat is fenomenaal. En dat leidde natuurlijk ook vaak tot drama's thuis. Hè. Als er iemand anders iets had overgenomen op die cassette, dat waren drama's. Dat was bij mijn broer altijd FC De Kampioenen. Dat is heel zielig voor de als je daar iets over had opgenomen, dat was... Een drama? Dat is eigenlijk nu hetzelfde als dat je iets gewist hebt op de tv-teken. Ja, inderdaad. En spijt genoeg voor je broer hebben ze dat nooit meer herhaald, die reeks FC De Kampioenen. Nee, hij kon het niet meer terugzien. Kijk, dit is de jonge Alexandra Potvin. Dat is, dus maar die heb ik... Zij? Nee, de andere. Ah, ik wou zeggen. Nee, dit is P. Vermeers. Ik wou zeggen. Het is nu wel leulard. Zeg maar je wou dit laten zien aan je kinderen terecht, want voor hen is dat de prehistorie. En wat dat betreft heb ik nog een fragment. Dus ja, vandaag heeft iedereen een smartphone. En met die smartphone kan je ook filmen. Hè? Dus dat is eigenlijk... En ook meteen bekijken. Maar dus... In die tijd had je eigenlijk apart een camera, een videocamera, waar je dan van die grote cassettes in stak. En die moest je dan aansluiten aan de tv om te kunnen kijken. Ja, dus dat op zich was... Nu lijkt dat zo omslachtig, maar toen... Exact, daar was al een kwartier mee bezig. Voilà, en ik heb een fragment teruggevonden uit een video-amateurprogramma. Dat heette Camera, dus was eigenlijk een programma voor mensen die graag zelf thuis filmpjes maken. En er werd dan uitgelegd aan de kijker hoe je je camera moest aansluiten aan de tv. Even kijken. Met Patrick Vinkel, onze technische knobbel, hebben we het vandaag over hoe een opname van een video 8 camcorder bekijken op je tv-toestel en hoe die opname... Dat is Marleen Gorts, Kim, ken je die? Zo, Patrick, we beginnen er maar meteen die, aan. In de jaren 80 was dat een heel populaire tv-presentatrice. Die presenteerde Quidam, dat was zo'n dagelijkse quiz. Kan dat op elk toestel? Nee, die herken ik niet. Maar ik vind het eigenlijk ook wel gek dat dat toen kon. Ik heb nu nooit meer een filmpje gezien om een smartphone uit te leggen of om een... Nee, maar dat is de VRT heeft altijd een opvoedkundige taak gehad. Hè. In de antenne ingang van tv. U kiest de goede preselectie, stelt het kanaal af. Ja. Dat kanaal zoeken, ja. Meteen het beeld op. En dan zo'n bombastische bakken, zo'n hele bak. Het kan ook bak. Op een andere manier. Er zit nog een toesteltje bij dat het een beetje makkelijker maakt. Dat klopt. U hebt nog een tweede manier van aansluiten. Dat is met het bijgeleverde antenneschakelaartje. Dat gaat terug achteraan in het tv-toestel. Op dat schakelaartje langs de achterkant. Maar eigenlijk wel tof dat dat dan zo toch wat toegankelijker werd. Hier aan de voorkant, dat schakelaartje, leg je naast tv, bevestig je met velcro's, kleef, strip. Nu ik het terugzie, vind ik het weer ingewikkeld. Ik zoek het zelf maar uit met al die gaten in de tv. Ja, maar dat antenne. Ongelooflijk, hè? Ofwel kijk je naar de camera. Maar nu zoekt je dat op YouTube, hè? Exact, ja. Het is eigenlijk... Google, how to... Voilà, vroeger was eigenlijk de VRT het enige platform voor tutorials. Dan moest je wachten tot wanneer ze dat uitzenden. Nu kan je dat gewoon opzoeken. Hè. Nu kan je even googlen. Ja, maar dat is... Dus hoe een gat in de muur boren, even YouTuben. Ja. Maar vroeger was dat... Handige Harry Roger of wie is dat? Ja, wat je zelf doet, doe je meestal beter, inderdaad. Ja. Kim, je zei het daarnet al, je hebt een supermarkt... Ja. Het zijn geen evidente dagen met de coronacarantaine. Leg eens even kort uit, welke maatregelen heb je allemaal moeten nemen? Ja, dat was in het begin zo, oké, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen? Er werden heel veel tegenstrijdige berichtgevingen ook gedaan, doorgespeeld. Dus dat was heel moeilijk, maar we hebben wel zo snel mogelijk voor bewaking gezorgd, om ook te tellen hoeveel mensen dat er binnenkwamen, om de mensen te informeren, te woord te staan, om te vragen om een kar te nemen, zodat ze die voor zich uit konden duwen, om de nodige afstand van zowel medewerkers als andere klanten te bewaren. Schermen aan de kassa gezet. Dan hadden we eigenlijk vrij snel al mondmaskers, maar dan kwam er kritiek. Die zijn eigenlijk voor de zorg en daar is dat tekort. En daar hadden we dan ook begrip en respect voor. Dus dan hebben we dat niet meer gedaan, omdat dat was op een moment dat van tekorten nog geen sprake was. Dus dan hebben we een hele tijd geen mondmaskers gedragen en enkel handschoenen. Maar dan is er een keer in een andere keten een
een medewerker die gestorven is aan het virus. En dan kwam er heel veel kritiek op die keten omdat ze geen mondmaskers hadden. Dus ja, kijk, dan krijg je weer dat. En de familie heeft die zelfs aangeklaagd, denk ik. Dus dan hebben wij natuurlijk van een hoofdzetel direct weer allemaal terug mondmaskers gekregen. Moesten ze allemaal terug mondmaskers aan. Dus het is voor ons ook heel moeilijk van... Waarmee doen we goed? We proberen met ons gezond verstand te kijken van wat is nu op deze moment het beste dat we kunnen doen. Maar ik vind wel, naarmate dat de crisis vordert, dat het makkelijker wordt. Omdat dat gewoon de nieuwe realiteit wordt. Je vindt daar meer je weg in. Je raakt erop georganiseerd. Dus dat is echt wel aan het beteren. Maar het is wel gek geweest. Hè? Vooral de hoeveelheden producten die we hebben aangevoerd, die dat allemaal moesten aangevuld worden in de rekken. Dat is kerstmis, maar kerstmis... blijft duren en de mensen zijn niet zo goed gezien als met kerstmis. Dus ja, ja, nee, maar dat is, er hangt een hele andere sfeer. Ja, en kerstmis, dat is een week of twee weken. Je zit erop voorbereid, je maakt je planningen ernaar. Maar dit was dan natuurlijk ja, is een heel andere zaak. Maar ik zeg het, ja, dat raakt nu allemaal wel een beetje georganiseerd. En ik ben onze medewerkers zo dankbaar, want die hebben dat echt tot nu toe fantastisch gedaan. Mm. Ja, dus, zeker. Ja, die pakken evenveel risico's als iedereen die actief blijft en die zien heel veel mensen. Weet je waar ik doodsbang van ben als ik naar de supermarkt ga? Maar echt doodsbang, hè? Dat is de bankcontact. Ja, dat is een moeilijke. Ja, die wordt bij ons nu ook wel elke keer afgekuist nadat iemand... Okay. Ja. Ah, ja. Ja, ik heb dat nog nooit gezien, dus ik... Bij ja, jullie doen ze dat niet? Nee. Dan, ja, dus ik probeer dan zo met mijn bankcontactkaart, alleen mijn andere kaart, mijn code in te tikken. En dan ontsmet ik die in de auto. Dan denk ik, maar dat is ook wel een bron van bacteriën, waar dat wij ons ook wel bewust van zijn. Dus wij, de kassiersters, kuisen na elk gebruik de toetsen af. Ja. Maar goed, los van de quarantainecrisis, jij runt een supermarkt. Is dat een soort kinderdroom? Het zit bij ons in de familie. Eigenlijk, heel de familie heeft altijd supermarkten gehad. Ook mijn neef en mijn nicht, mijn tante, mijn onkel, mijn ouders, mijn grootouders. Eigenlijk zijn onze grootouders zijn ermee gestart met een kleine bakkerij. En hebben ze wat huisjes bijgekocht. En dan nog, dat is eigenlijk heel organisch gegroeid. En dan bood je wat eieren en wat melk aan en wat boter. En dat is dus uitgegroeid tot een Alvo-supermarkt onder het beleid van mijn ouders. En dan hebben mijn broer en ik het verder uitgebouwd tot de Delhaize dat het vandaag is. Ja. Dus het is echt een family business. Fantastisch. Misschien even voor mensen die nog nooit van de supermarkt hebben gehoord, uitleggen wat een supermarkt is. Voor een goed begrip is het nodig te omschrijven wat met supermarkt en hypermarkt wordt bedoeld. Een supermarkt is een grote zaak met een verkoopoppervlakte die varieert van 400 tot 2500 vierkante meter. Dat ze dat uitleggen, zo schattig. Waar de klant zichzelf bedient en waar in hoofdzaak allerhande voedingswaren. Mijn grootvader had zijn eerste superet in 69, maar dat was aan 250 vierkante meter. In 1969 is jouw familie begonnen met de supermarkt? Ja, eigenlijk nog vroeger met een bakkerij, maar echt dat een supermarkt was, denk ik dat in 1969 was. Maar dat was dan een supermarkt van 250 vierkante meter, dus dat was met een heel beperkt aanbod. Maar ik vind dat eigenlijk wel knap dat die zo de onderneming zien, want die is echt van nul begonnen. En ook ja, de ballen had om altijd zo bij te kopen en uit te breiden. En ook heel hard gewerkt gewoon. Heel, heel hard gewerkt. Dus daar plukken wij nu nog altijd de vruchten van, dus dat is kei leuk. Dat is mooi, maar dat is toch iets dat in je bloed zit, want ik had iets als ik verder studeerde van nee, ik ga dat niet doen. En dan toch, ja, bloed kruipt daar. En mijn broer net van hetzelfde, die is eerst een jaar als leerkracht aan de slag gegaan. En na een jaar zei hij ook, ja, ik wil graag met u. Hij zei, oh, oké, tuurlijk. En zie, we zijn nu 13 jaar verder en ja, dat is toch iets dat, ja, dat je niet aan kunt ontkomen of zo, ik weet het niet. Dat is fantastisch, want meestal, ja, zo familiebedrijven, na een aantal generaties loopt het fout. Hè. De eerste generatie werkt hard, dus die weten waarvoor ze werken. De tweede generatie heeft hun ouders zien hard werken, dus die weten van ik moet hard werken. En meestal is het de derde generatie, als wij er al een naar de succes knoppen is, gaan doen. Ja, omdat die nooit gezien hebben van oké, okay, hoe hard het is om... Om niks zaak, te hebben eigenlijk. Exact, om van niks te beginnen. Mijn vader vertelt dat soms wel. Die zijn begonnen en die hadden geen slaapkamer, die moesten zich wassen in de emmer. Dat zijn inderdaad wel dingen dat wij nooit gezien hebben, alleen maar van horen vertellen. Dus wij hadden het echt al wel veel beter, maar ik heb mijn ouders toch altijd heel hard moeten zien werken. Zo. Dat wel. Ja. Nu, het is, ik moet eerlijk toegeven, het is een van mijn lievelingsbezigheden na de supermarkt. Dat is tof om te horen. Iedereen doet dat graag. Hè? Ah, maar tuurlijk, er zijn mensen dat dat echt graag doen. Hè? Maar ik vind dat fantastisch. Echt, dat ontspant mij. Mijn probleem is, ik moet dus in de supermarkt, en ik heb dat ook in boekenwinkels en platenwinkels, dat ontspant mij dusdanig dat ik altijd naar het toilet moet.
Ah ja. Dus, en dat is, ja, maar, dus in veel supermarkten zijn er ook toiletten, maar ik vind het altijd heel vervelend om te moeten vragen, excuseer, kan ik hier even naar het toilet gaan? Ik heb al veel vervelendere vragen gekregen, hoor. Ja, zoals? Je hebt echt wel speciaal... Ah, wel, toen de volle hamsterwoede een hoogtepunt bereikte, was er een klant die een wc-papier wou komen wisselen, omdat zijn vrouw het verkeerde merk en hij vond dat niet de kwaliteit die hij gewend was. Dus hij had het huismerk meegenomen en normaal zal hem zo'n heel zacht wc-papiertje hebben voor zijn poepje met 4 laagjes of zo. En dat was nu niet en dat vond hem echt niet. En dan kreeg ik niet uitgelegd dat hem gewoon blij moest zijn en dat papier moest bijhouden en dat ook een overbodige interactie was tussen twee mensen, dat dat nu niet het moment was om zoiets terug... Dat ik heb dat niet gezegd, maar dat dacht ik... Ja. Nee, ik dacht wel, okay. Maar dit is niet wat ze onder noodzakelijk contact bedoelen. Ja. Maar wij blijven altijd rustig, wij blijven altijd vriendelijk en we proberen voor elke klant alles op te lossen. Maar dat vonden wij wel een opmerkelijke vraag. Op die moment toch. Het papier was nog niet gebruikt, veronderstel ik, toen hij het terugbracht. Het leek niet gebruikt. Oké. Maar er werd toen om gevochten, dus ik dacht, vreemd. Nu, wij zijn van een generatie waar de supermarkt er altijd geweest is, maar er was wel degelijk ooit een tijd dat dat niet bestond en dat dat dus moest uitgevonden worden en ook uitgelegd aan de mensen. En ook de VRT, de BRT toen, heeft dat uitgelegd. De eerste supermarkt in België was... Daar waren ze weer, we leggen het uit. Ah, tuurlijk, dat is altijd de opdracht geweest van de openbare omroep. Super. Dus de eerste supermarkt bij ons in België was in 1957 in Elsen, dat was een Delhaize. En begin jaren 60, in 1962, is er een programma Wegwijzer. Het programma zegt het zelf, laten een aantal maatschappelijke dingen zien aan de kijker. Wordt gepresenteerd door Hugo Wex. Hugo Wex was lang geleden, in de jaren 90, gemeenschapsminister van cultuur onder meer. Is nog baas geweest, verantwoordelijk voor de VRT. Die interviewt een kassière, wat in het nieuwe fenomeen de supermarkt. En hij vraagt haar wat ze ervan vindt. Dag juffrouw. Zou ik u enkele vragen mogen stellen? Zeker, u komt zeker reeds van vroeger uit de distributie? Ja, ik kom uit de distributie van vroeger. Ik heb namelijk in een gewone voedingswarenwinkel gewerkt. Juist. Wat natuurlijk veel verschil uitmaakt met supermarkt. Wat veel groter en veel aangenamer is voor je te werken. Je merkt direct dat dat een goede kassierster is. Met uw nieuwe taak? Vriendelijk, rustig. Ik ben zeer tevreden met mijn nieuwe taak. Daar het zeer gemakkelijk is. En zowel voor de klanten, waar ze alles zelf kunnen kiezen. Ik voel me hier heel goed. Ik voel me bijna in Amerika. Je voelt zich bijna in Amerika. Indien u mijn oordeel vraagt over supermarkt en indien ik mag spreken uit eigen ondervinding, dan moet ik zeggen dat de supermarkt misschien maar alleen goed is voor zeer goed gevormde of getrainde huisvrouwen. Vrouwen die kunnen kiezen, die nog kunnen wikken en wegen. Ah, daar moesten ze toch voor opgeleid zijn om naar de supermarkt te gaan. Het is een evolutie in de toekomst. En ik ben er tegen omdat er ook veel... kleine winkeliers zullen verdwijnen. Ja, die man heeft wel gelijk gekregen, natuurlijk. Ja. Ja, zo echte kruideniers. Allee, bij ons is het eigenlijk wel zo ontstaan, natuurlijk, en is het uitgegroeid, maar dat zien we veel minder. Alhoewel dat ik wel nog merk dat er nog altijd vraag is naar zo echt een beenhouwer in een slager of een bakkerij, dat wel nog altijd mensen trekt. Ja. Maar zo kleinere superettes, ik denk wel dat die het moeilijker hebben nu, ja. Nu, wat ik alleszins aangenaam vind aan de supermarkt, is dat het vooruit gaat. Dus als je, ik herinner me als kind dat de kruidenier moest voor een doos koeken of melk. En je had de pech dat er, meestal waren het dan oude vrouwtjes voor jou stonden, die begonnen hun leven te vertellen. Ja, dat gebeurt wel nog. Ja, de winkelier die dan allemaal is echt amai en dat blijft. Maar dat je dacht van, zeg toch gewoon, get on, next. En dat is natuurlijk het voordeel van de supermarkt. Nee, van oké, want jij zit zelf aan de kassa, hè, Kim? Ja, soms. Hè, vroeger meer. Ik help mijn ouders al vanaf dat ik... Ik moest dat ook vanaf dat ik 14 was of zo. Dan kregen wij wel zakgeld, maar dan moesten wij op zondag of op zaterdag echt wel meehelpen in de winkel. En vanaf dat je dan kassa mocht doen, waren we al wat ouder, dan werd mij dat geleerd. En dat was toen heel tof. Dus ik heb dat heel lang gedaan als een soort van studentenjob, tot ik dan afgestudeerd was. Maar nu heb ik een functie meer managementgewijs, die dat al zoveel tijd vraagt. En
ik heb er nog een paar dingetjes aan de side bij. Dus, waardoor dat wel minder is geworden. Maar op zondag, als het echt heel druk is, dan ben ik nog altijd... de kassa 5 ben ik dan. Kassa 5. Ja, dat ben ik allemaal nummers bij ons. Beginnen mensen dan soms ook echt hun leven te vertellen? Ja, en ik weet dat ook. Onze hoofdkassierster, wij hebben al 11 jaar dezelfde, die weet van iedereen... alles. Die vertellen heel graag. Maar ik vind dat ergens ook nog wel tof. Wij hebben natuurlijk ook wel een winkel in een dorp. Ik denk dat dat wel een verschil maakt. Waardoor dat je nog heel veel mensen persoonlijk kent. Wat dat maakt. Dat je kunt vragen, nou, hoe is het met de Josse Neup? Hij is vorige week geopereerd. Hoe gaat het nu? En ergens vind ik dat ook wel tof. Maar natuurlijk, aan een kassa moet het ook wel een beetje vooruit gaan. Maar ik zeg het, wij hebben heel ervaren kassiersten die daarin getraind zijn om dat echt net... lang genoeg te laten duren, maar ik vind dat tof, want dat eigenlijk zijn die wel het gezicht van uw winkel. De mensen zien die elke dag. Dus dat is heel belangrijk, dat zij weten wat te doen. En daar moet je toch zo'n beetje een, ja, sociale vaardigheden voor hebben. Een beetje feeling voor hebben, wat dat toch niet iedereen kan. Maar wij hebben daar heel goede mensen voor, die dat daar, ja, ik zeg het, in getraind zijn. En je voelt ook direct mensen die gewoon snel willen afrekenen en door willen. En wie dat zo wat eenzaam is en zo eens even nood heeft aan een extra babbeltje. En we proberen voor iedereen goed te doen en dat zo aangenaam mogelijk te houden voor iedereen. Ja, ik vind dat tof dat dat soms nog kan. Ja, ja, en vandaag een van de weinige menselijke contacten die er nog zijn. Zeker, hè? Contact, ja, met de mensen die achter de kassa zit. Nu proberen we dat zit. Nu wel korter te houden, omdat, ja, ten eerste is er dan langer contact dan noodzakelijk en... op sommige momenten wordt er buiten aangeschoven. Dus je kunt wel een babbeltje doen, maar niet van een half uur. Want ja, dan staat er misschien buiten iemand te wachten. Ja, hè? Ja. Dus daar houden wij nu ook wel rekening mee om het zo sociaal mogelijk aan te pakken voor iedereen. Dus het is moeilijk, maar het zijn afwegingen die je nu toch wel moet maken. Mm-hmm. Maar normaal gezien worden er veel babbeltjes gedaan in onze winkel. Belangrijk, absoluut. Sociaal contact. Nog iets waar ik aan dacht, wat supermarkten betreft. Ooit was er een tijd voor de supermarkt. Toen kochten de mensen eigenlijk de meeste voedingswaren lokaal. Ik bedoel, het vlees bij de slager, dat kwam dan van een boer die je kende. Het brood bij de bakker, groente bij de groenteboer die in hetzelfde dorp werd gekweekt. Plots waren de supermarkten. En die brachten allemaal een nieuw soort voeding mee, maar ook plots dingen in blik, voorverpakt, kant-en-klare dingen. Dus er ontstond een nieuw soort wantrouwen van wat zit daar allemaal in? En in de jaren 60 was er een programma, Penelope. Ik heb Penelope. Dat niet meegemaakt, maar ja. Nee. Zo oud ben ik nu ook nog nee, niet. Nee, uiteraard, Kim. Ik weet, je ziet er nog goed uit voor je leeftijd. Maar in de jaren 60 was er een vrouwenprogramma, Penelope. En Paula Semer, een icoon van de openbare omroep, die vraagt aan de mensen in de supermarkt of ze eigenlijk goed kijken wat er allemaal op die verpakking staat. Mevrouw, leest u alles wat er op de verpakking staat of kijkt u enkel en alleen naar de afbeeldingen om te weten wat erin zit? Ik lees al wat dat erop staat, zelfs de klaanletters ook. En nu dus ook nog de afbeeldingen. Ja. En u, mevrouw? Ja, ik lees alles wat erop staat, zelfs de verpakking en de klaanlettertjes en de prijs. Ja. Ja. En u, meneer, leest u alles wat op een verpakking staat? Ja, dat volg ik regelmatig nu maar. Als ik iets nodig heb, dan dat ik dus de prijzen aangaan en dat ik alles lees dat erop staat. Die moeten nu niet meer naar de bibliotheek. Dat is zo'n evidentie, hè? Mevrouw, leest u alles wat er op een verpakking staat? Nee. Nee, alleen niet. Naar prijs. Dat is ook belangrijk, hè? Mevrouw, denkt u dat er van overheidswegen controle bestaat op de voedingsmiddelen? Ja, mevrouw, maar voor mij onvoldoende. Waarom? Omdat ik het zelf ondervonden heb. Vertel dat eens. Ik was ergens in een winkel en telefoons werd de winkelier verwittigd dat de controle op komst was. En ze dat was vroeger met de marchandise zo, naar achtergegaan. En welke marchandise was dat? Filet-Amerikaan. Filet-Amerikaan, dat is net heel gevoelig. Ja, inderdaad. Nee, maar ik heb dat wel gehoord van mijn grootvader. Moest je nu zien hoe dat wij winkel houden, die zou dat niet kunnen voorstellen. Die zijn hondje zat mee achter de kassa. Hè. Serieus? Die rookte sigaren achter een kassa. Dat was... En als je nu ziet welke controles dat wij hebben, voor ons is dat evident. Maar ik geloof echt wel dat dat vroeger allemaal zo nauw niet werd genomen. Zeker in het begin. Ja, ja. Jaren niet. Ik herinner mij een frituur als kind waar de poezen ook rondliepen en al wel eens aan de sauzen lekten. Ja, dat was... Dat is nu toch ondenkbaar, hè? Dat is... Ja, zeker. Dat is een reden om naar de gevangenis te gaan, denk ik. Ja, dat is... Alleen in deze tijden zeker, maar eigenlijk sowieso al. Ja, maar ja, dat is... Ik heb een hele evolutie doorgemaakt, hè. Zelfs als ik dat bij mijn ouders zie, zo controles van voedselveiligheid, dat... Die kwamen dan eens en dan gaven die 3 koffiekoeken en dan gingen die terug weg. Zo. Serieus? Oké, dat was zo geregeld. Ja, dat was...
Dat werd gewoon niet zo serieus genomen, denk ik. En dan, als je mij nu bezig ziet voor controle, zegt je soms aan mij, wat is dat allemaal? Dan zeg ik, ja. En ik vind dat ook normaal, hè. Wij worden heel streng gecontroleerd. Sommige mensen... moet echt wel een beleid rond zijn, want anders komt het niet goed. Tuurlijk, maar sommige mensen vinden dat we toch een beetje te veel in een soort regelsamenleving leven. Hè? Dat echt alles heel streng gecontroleerd wordt en dat niet altijd leidt tot heel veel vrolijkheid. En daardoor misschien mensen ook minder ondernemen. Maar goed, dat is voor een ander programma. Dat is... Kim, ja, naast onderneemster ben je natuurlijk ook een succesvolle actrice. Je schittert in dertigers, je doet dat supergoed. Dank u. Wat me opviel aan het personage Saartje is... dat die af en toe cocaïne gebruikt. Ja, ik heb dat ook gezien. Allee, ik heb dat gespeeld. Ik weet het. Je hebt het ook gezien. Ja, ja. Allee, dat was dus druifzuiker. Dat voor eens uit de wereld te helpen, okay. Dat was versneden druifzuiker. Oké, okay, ja, ik vroeg het mij af. Dus dat pikt dan alleen een beetje hier, that's it. Ja, ja. Want dat is natuurlijk... sommige mensen kunnen het onderscheid niet maken tussen... Zeker bij soaps, denk maar aan Thuis... Als die mensen, als acteurs die in Thuis spelen in de supermarkt komen, dan worden die, zeker als ze een rol hebben die een beetje slecht is of een slecht karakter of ze doen iets verkeerd, dan worden die vaak echt persoonlijk aangesproken. Hè? Is dat bij jou ook het geval? Ik heb nu wel het gevoel dat een minderheid is dat niet doorheeft dat het fictie is. Maar we hadden zo een reactie op een van onze filmpjes op Facebook. Daar hebben we dan wel om moeten lachen. Ik ga niet meer kijken naar dertigers, want volgens mij is dat allemaal op voorhand afgesproken. Ja, dat zijn scripts, inderdaad. Ja, daar heeft ze een punt. Dan nemen wij dat maar als compliment dat we het goed gespeeld hebben. Ja. Maar dat weet op voorhand dat erbij hoort. En ook zo naar mijn man toe. Zo, oh, maar die heeft wel een man, hè? En die kinderen dan... Dus dat loopt dan allemaal door in elkaar en dan stappen ze niet. Maar hoe kan dat nu eigenlijk allemaal? Maar dus nee, het is niet echt. Hè. Het is allemaal oké met mij. En, ja, voilà. Ja. Je neemt ook geen echte cocaïne. Nee, nee. Je gebruikt druivensuiker op de set. Ja. Belangrijk om dat onderscheid te maken. Natuurlijk weten de mensen, merendeel van de mensen weten wat het verschil is tussen fictie en realiteit. Ja, voilà. Echt wel. Maar... het is natuurlijk de openbare omroep. Daarmee bedoel ik, we hebben het daar net al over gehad, de openbare omroep heeft altijd als taak gehad om de mensen te vertellen wat goed is, wat niet goed is en drugs zijn niet goed. Hè. Dat, nee, dat heeft Saartje dan haar taak niet goed. Nee, maar goed, het is fictie. Maar om even wat tegenwicht in de schaal te werpen, hè, want de VRT zendt dan een drugsgebruiker uit. Ze hebben natuurlijk als televisie altijd geprobeerd om aan de kijker duidelijk te maken van ja, drugs zijn niet goed. Een van de merkwaardigste dingen wat dat betreft die ik teruggevonden heb, is een fragment uit 1972, het programma Echo. Dat was de iedereen beroemd van die tijd. Waar ze een reportage gemaakt hebben over een tentoonstelling over drugs. Dus je kon eigenlijk gewoon naar een tentoonstelling gaan. Daar kon je alle soorten drugs die je in Vlaanderen vindt, bekijken. En die werd georganiseerd door de Rijkswacht. Dus de Rijkswacht toen was ook de politie van toen. Van in 1972? Ja, ja. Oké. Okay. Even kijken. Ik ben benieuwd wat er allemaal was. Op initiatief van de Rijkswacht kan eenieder nog tot morgenavond in het Boudewijnpark de Brugge gaan zien hoe het niet moet en niet mag. Verdovende middelen, drugs, hash of drugs staan hier in het brandpunt van de belangstelling. Drugs. Anti, natuurlijk. Naast de rookartikelen zijn er te zien de onafgewerkte producten zoals de papaverbloem, de heroïneplant en de morfinestruik. Het gretig consumeren deze snoepjes leidt niet alleen tot menselijk wrakhoud, allee, nog verder maar meestal kijk, ook maar tot in een deze verplicht vorm. Verblijf van enkele jaren. Ja, natuurlijk, drugslandschap evolueert. Er worden constant nieuwe dingen uitgevonden en dingen komen en gaan. Maar ik vond het toch opmerkelijk dat je dus naar een tentoonstelling kon, nota bene in het Boudewijnpark, waar je dus ook dolfijnen aan het werk kon zien. Van oké, we gaan een keer met de kindjes kijken wat voor drugs er allemaal bestaat. Ja, heel vreemd. Ja, ik zie mij zo een uitstap met mijn zoon nu niet maken. Maar nee, inderdaad. Ik heb vandaag een leuk idee. Exact, wat we gaan exact. Doen. Nee, dat is een beetje de opties.
Ja. Etaleren. Maar ja, het is bijzonder. Het is natuurlijk goed bedoeld als preventie of pas op. Wat dat betreft heb ik nog een fragment teruggevonden uit Elektron. Het was een programma met Bart Peters. Bart Peters die eigenlijk al 200 jaar voor de televisie werkt. Blijkbaar. Ja, die in 1983 aan jongeren laat zien wat drugs met je lichaam doen. En natuurlijk, ja, het was heel moeilijk om echte mensen die drugs gebruiken te laten zien en te laten zien wat er in het lichaam zelf afspeelt. Dus wat hebben ze dan gevraagd aan het creatief decoratelier van de VRT toen? Van ja, probeer zo realistisch mogelijk een menselijk lichaam na te maken waar we dan kunnen zien wat de drugs doet. Misschien eens even kijken. Hierbij ga je te werk met zo'n spuit waar dan bijvoorbeeld heroïne in zit. Oh, dit is jong. Ja, ja, tuurlijk. Een plekje in de arm van de proefpersoon. Dus hier spuit hij heroïne in zogezegd een lichaam. In de aders. En dan blijkt dat wanneer je een dosis spuit die met een kleine hoeveelheid bloed... En het geslachtsorgaan zijn ze vergeten te maken, zoals een soort kies precies. En die werking is snel en hevig. Veel besproken, vlot in de mond gevonden. Dat was genderneutraal. Ja. Kijk dus. Vooruit, jongen. Ja. Dus voilà, dat wordt dan meteen door het lichaam opgenomen. Dan de bloedsomloop wordt hier gereconstrueerd door een aantal PVC-buizen. En het stijgt meteen naar het hoofd. Duidelijk. Voilà. Nu weet ik, jonge kijkers, van ik gebruik best geen heroïne. Dat dan via de bloedsomloop door de lever... Ik vind dat niet eng genoeg, hoor. Om af te schrikken. Nee. Maar ja, nu is dat voor ons zo evident wat dat doet, dat dat misschien toen niet... Exact, ja. Ja, eigenlijk zo... Een vierde mogelijkheid is de intramusculaire... Uiteindelijk hard drugs, zoals heroïne, cocaïne, al die dingen, ja, die zijn toch ook pas echt in de jaren 80, 90 een beetje op het toneel verschenen. Dus het is ook vanaf dan dat er echt wel duchtig aan preventie werd gedaan. Wat is hem aan het doen daar? Zo. En wat blijkt... Ja... Heel langzaam sijpelt het middel... Oei. Je ziet wat drugs doet, hè. Het maakt meteen het lichaam kapot. We spuiten het middel in een spier. En wat blijkt... Hij gaat het naar het hart. Heel langzaam verspreidt het zich door het bloed. En dat is het relatieve voordeel van dit middel. Namelijk een langdurige werking op constant niveau. Ja. Lang leven Bart Peters, die altijd geprobeerd heeft om zelf de meest droge dingen op een plezante, creatieve manier te brengen. Is deze. Hij was toen 24, trouwens. Sorry? Hij was 24 jaar, Bart. Ah, wel ja, die is daar zo jong. Dat valt mij ook enorm op. Ja. Wat tof, hè? Dat Bart Peters nog vele decennia mogen op absoluut, tv zijn. Absoluut, ja. Mega fan van. Kim, jij bent getrouwd met Niels, of enfin, jullie vormen een koppel alleszins? Ja, we zijn nog niet getrouwd. Maakt niet uit. Nee, dat moet niet. Nee, maar we hebben wel twee kinderen, ja. Ja. En jouw man is gezondheidscoach, als ik het goed begrepen heb? Ja, hij is eigenlijk meer een sportmanager. Dus hij managt sporters die dat er op een professionele manier mee bezig zijn. Maar dat kan voeding zijn, maar ook carrièregewijs of contracten enzovoort. Dus dat gaat eigenlijk vrij breed. Maar die heeft wel een zeer uitgebreide kennis over voeding en bewegen en sport. Dus dat is zijn ding een beetje. En die passie en die kennis heeft hij niet van ver, hè? Nee. Dat is denk ik ook met de paplepel ingegoten. Want mijn schoonmama is Sonja Kimpen. Mm-hmm. Die heeft zelf ook... heel veel tv gemaakt. Ja, een heel bekende gezondheidsguru die heel veel boeken heeft uitgebracht. Klopt. Ja, dat is wel handig eigenlijk, Kim, om eigenlijk gewoon een gezondheidscoach en een guru meteen in de familie te hebben. Ja, nu, ik ben zelf niet zo... Allee, ik doe echt mijn best, maar... Maar ik vind de paaseitjes nu ook wel heel lekker. Ja, en deugd doen het in quarantaine, hè. Je moet ergens de troost halen. Maar het is wel goed. Ik kan wel de vragen stellen, maar het uitvoeren is nog altijd iets persoonlijks. Hè. Ja. Maar ik vind dat wel leuk naar onze kinderen toe en zo. Wil ik die natuurlijk ook zo gezond mogelijk opvoeden. En daarvoor kan ik dan echt volledig vertrouwen op zijn expertise, want ik weet er eigenlijk niet zoveel van. Dus ik doe dat dan meer op het gevoel, maar hij komt echt wel zo af met goede... Ja. En we hebben ook twee heel goede eters, dus ik vertrouw op hem dat allemaal... Dat hij weet wat hem doet. Maar als het van u afhangt, zou het elke dag boterham met choco zijn?
Ja, ik kan niet koken. Allee, ik kook echt nooit. Dus in het begin van onze relatie deed ik dat nog wel. Maar dan kreeg ik daar heel veel kritiek op mijn kunsten. En dan heb ik gezegd, ja, maar kijk, weet je wat? Als jij graag eet wat dat jij maakt, ik lust alles. Dus als jij nu kookt, ik zal daar nooit commentaar op geven. Ik eet gewoon op wat jij maakt. Laat u helemaal gaan. En dan is dat zo gegroeid dat ik in het begin nog wel een beetje deed, maar nu eigenlijk heb ik het volledig laten gaan. En ligt die taak volledig in het mandje van Niels. Ja, maar, want wat hij doet, wat je schoonmama Sonja Kimpen doet, dat is eigenlijk, dat bestaat allemaal nog niet zo heel lang. Hè. We leven nu in een gezondheidshype de laatste jaren. Iedereen moet veel sporten, gezond eten. We zijn ons meer dan ooit bewust van het feit hoe belangrijk het is om gezond te zijn. Laat ons zeggen, 30 jaar eigenlijk geleden... Eigenlijk was Sonja een van de eerste die daar zo'n beetje mee... Bij ons? Zeker, absoluut. Op televisie kwam, absoluut. In België. Ja, klopt. Was dat eigenlijk toen wel vernieuwend. Maar het was ook nodig, omdat 30 jaar geleden... De supermarkten brachten toch een nieuw aanbod, kant-en-klare maaltijden. Fastfood kwam veel meer op, de hamburgerrestaurants, de frisdrankautomaten, snoepautomaten, al die dingen zorgden plots voor één groot probleem, dat is overgewicht. Dat was een fenomeen dat kwam overwaaien uit Amerika. Zo simpel is het. En dat was een probleem waar we ondertussen... heel veel plezante manieren voor gevonden hebben om af te vallen. Nu zijn er toffe recepten, groenten zijn aantrekkelijk. Ja, bijvoorbeeld in de jaren 80, groenten of vegetarisch, dat werden de konijnen genoemd. Hè. Dat is een blad sla met een radijs die opgeblonken werd. Dat was dan vegetarisch eten. Ja, dat waren enkelingen. Hè. Ja, voilà. Die daar ook aan waaiden. En dus, je hoort mij al komen, ook de VRT, de openbare omroep, had een taak om... om de mensen daar voor te waarschuwen. Dus er was een programma dat heette Wikken en Wegen, was een consumentenprogramma, waarin een nieuw fenomeen behandeld werd, namelijk dieetboeken. Wat je schoonmama regelmatig op de markt heeft gebracht. Het nieuwe fenomeen dieetboeken. En dieetboeken van celebrities. Dus dat was een aantrekkelijke manier van, als die bekende persoon dat doet en daarin slaagt, dan motiveert dat om dat ook te doen. En dus zo was er een vrouw die in 1987 het boek gekocht had van Demis Roussos. Ken je die nog? Dat zegt mij iets. Dat was een Griekse zanger. Goodbye, my love, goodbye. Ah, jawel, ja. And rain and tears. Zo, de mens die zo elk moment kon instorten. Ze had precies veel problemen aan zijn nummers te horen. Enfin, eigenlijk de meeste zangers als ze zingen. Hè. Ja. Maar dus die vrouw had een dieetboek gekocht van Demis Roussos en daar werd ze over geïnterviewd in het programma Wikken en Wegen. Okay. En dan het boek, dat is een merkwaardige manier om te vermageren. Hè? Ja, Demis Roussos boek is dus gedissocieerd eten. Gedissocieerd. En dat heeft bij mij geen enkel resultaat gegeven. Wat is gedissocieerd eten? Maar u moet geen vijf hoofdstukken erover nee, praten. Nee, groente alleen. Fruit alleen, brood alleen. En geen resultaat? In het begin vond ik het wel heel gemakkelijk. Maar wat ik een beetje vreemd vond, is die zanger. Omdat hij zanger is, brengt hij gewoon maar een boek uit. Hij had veel overgewicht, hij was heel dik. U eet gewoon te aanpassen, toch? Ja, dus hij weet dan toch niet hoe het moet. Nee, maar ja, nee, dat is waar. Ik had wel ongeluk. Nee, maar ja, hè? Ja, dat is waar. Ik had zo weinig eten, maar dan heb ik, dat staat ook in het boek, zelden gegeten. Robert zelden. In de namiddag, na 4 uur, als ik honger had, had ik mijn... Een selder. Een selder, en dat had ik selder. En met mijn dessert was een appel, nog dat mocht je niet... Maar waren dat wel simpele dieet. Dat nee, mocht nee. je niet eten. En die vrouw praat in de neus van Bert van Bert en Ernie. Dan moet je 4 uur wachten, dan had ik dan om 4 uur die appel. Maar dus, als ik het goed begrijp, zit je daar in uw keuken of rond met dat boek, wat mag ik nu nee, eten? Meneer, ik werk in de BRT en ik pas me aan de menu van de BRT. Als het nu varkensvlees was, nam ik vis. Daar heb ik alle dagen een kans van vis. Ja. Of nam ik mij iets anders. Ja, maar ik bedoel, dat boek heeft u altijd vergezeld.
Ik had het niet mee, want ik had dat een beetje ingelezen. Van buiten geleerd? En niet van buiten. Nee, maar want toch. Als je een dessert, als je nu van weet dat je een dessert van een appel moet eten na je middagmaal, dan weet je dat je zo'n bier kunt opeten. Hij stelt een vraag en hij zegt dan, niet te lang, hè. En dan die eerste vraag die je stelt. Dat is onbeleefd, hè. Nu zou dat, heb ik nog nooit gehoord. I know. Het s'avonds dan toch dan ook een teken. Maar dan had ik niet bijna niks meer. Nee. En dan ging ik dan rustig slapen tot de morgen. Ja. En dat was wel volgens. Dat is zo'n tijd, Kim, dat de presentatoren toch zo af en toe bijna een beetje neerkeken op zo. Bom, we zullen hier maar met de gewone mensen babbelen. Allee, leg het uit, maar niet te lang. In dit fragment vond ik dat nu wel heel hard naar voren komen, een beetje, toch? Ja. Ja, zeker. Nu, overgewicht, het is van alle tijden. Heb jij manieren om dat te bestrijden? Iedereen heeft zo zijn eigen manier om te zeggen van oké, sommige mensen crash-diëten, sapjes, andere. Ja, hoewel dat ik echt heel graag eet, sowieso. Dat is mijn grootste probleem. Ben ik wel graag gezond. Hè? Ik ben ook een jonge mama, dus ik ben mij ervan bewust dat gezondheid wel belangrijk is. Dus dat is altijd zo'n. Dat botst altijd een beetje met mijn Bourgondische aard. Maar ik heb zo wel het geluk ook dat ik nogal redelijk goede genen heb en vanzelf terug slank word. Maar dat heeft eigenlijk altijd een beetje niet goed geweest, want ik kon altijd eten, drinken wat ik wou. Maar nu, na 3 zwangerschappen... mijn man noemt het dat alles een beetje zachter is. Maar ik noem het gewoon vet eigenlijk. Dus denk ik wel zo terug slank. Maar ja, je merkt gewoon dat mijn vetpercentage niet oké is. En nu dus, ten tijde van de crisis, ben ik eraan begonnen om dat aan te pakken. Ja. Ik ben beginnen sporten terug na 2 jaar. Maar Kim, dus... sorry dat ik je onderbreek, maar dat je man en het zo mooi uitdrukt als zijnde zacht... Wat is daar mis mee? Maar hij vindt dat niet erg. Het denk ik dat erover zaagt. Dus ik zeg dan, ik ben vet. Maar nee, schatje, je zegt gewoon een beetje zachter. Dat vind ik dan nog erger, zachter. Maar ja, op zich is het vooral omdat ik wel aan mijn eigen lichaam weet en voel dat ik een heel hoog vetpercentage heb nu. Ja. En omdat dat gewoon niet gezond is. Ik ben wel graag gezond. Dus ik ben wel iemand dat graag die een balans houdt. Dus ik weet dat ik mij nu... Ik heb ook tijdens mijn laatste zwangerschap moeten plat liggen 2 maanden. Dus kun je voorstellen dat je gewoon echt geen vinger lift. Dat heel snel gaat en dat ook een conditie. Als ik gevallen was en ik ging een trap op, dat vind ik echt, daar voel ik mij nog te jong voor. En bovendien heb ik zo het gevoel nu van, ik ben, als ik zo'n tijd mij echt heb laten gaan, en dat is echt sinds dat ik bevallen ben, dat ik echt heb la 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 la, dan heb ik toch ook weer zo'n nood van, hold your horses. En dan heb ik zo ineens heel veel zin in soep en slaatjes. Maar dat gaat ook wel weer over, dat weet ik al. Maar kijk, dat zijn golfbewegingen die denk ik heel veel mensen herkennen. Dat gaat op en af. Ja, voilà. Dat is op zich niet zo. Ik zit dus nu op een high. Ik ben echt goed bezig. Ja, maar je ziet er zeer goed uit. Ja, precies. Maar sommige mensen... dat gevecht tegen die kilo's, dat is voor sommige mensen echt hard labeur en vreselijk. Er zijn mensen die gigantisch hun best doen, er niet in slagen. Ja, ik snap dat echt is heel erg. Ik heb een fragment teruggevonden uit de jaren 70 van een man die dus alles geprobeerd had, maar die geraakte er maar niet vanaf. Een van de problemen was dat hij beroepshalve in een frituur werkte. Dus hij was frituurist. Dat is al heel moeilijk, dat is de kat bij de Bicky Burger zetten. En op een bepaald moment had hij er genoeg van en heeft hij het middel gevonden. Namelijk, drastische maatregel, hij heeft zijn mond dichtgesnoerd met ijzerdraad. Ik dacht zo'n muilkorf of zo. Absoluut. Degene Melkoff heeft gewoon met staaldraad zijn tanden dichtgeschroefd. Even kijken. Frans Rutgers uit Roermond, 28 jaar en 135 kilo, wil en zal per se vermageren. Frans was vroeger metaalarbeider, maar sedert een dik jaar drijft hij nu een friethandeltje. En waar het hart van vol is, loopt de mond van over en Frans begon op zodanig ongebreidelde manier te proeven van zijn eigen koopwaar, dat hij nu, om te vermageren, gewoon de kaken op elkaar liet vastbinden. Een doortastende methode. Ja, maar ook helemaal geen pijnlijke manier. Die kan bijna niet praten, niet meer. Ja, zeker zo, hè. Weight control. Dat is zo'n grote slankheidsclub, is dat dus, hè. Ik heb wel op het ziekenhuis gelegen, het Groene Kruis, ik heb bij de dokter pillen gedaan, ik heb wel van alles geprobeerd, maar ik viel niet af. Dus hij kan alleen soep en yoghurt nog eten en zo? De radicale vertelt hij zo meteen. Nou, moet ik wel afvallen.
En dan ben ik in 4 weken tijd 15 kilo afgevallen. 15,5 kilo precies. Ja, als je niet kunt eten. Je praat er wel naar, hè? Ja, een beetje merk je wel. Ja. Maar dat gaat zich nog een beetje zitten. En goed dan opgemerkt. Dan week of zo, dan merk je het helemaal niet. Want veel mensen zeggen, Frans, heb je dingen al eruit, hè? Die klanten en zo. Heb je dingen al uit je mond? Ik zeg, nee, het zit er nog in. Nee. Het is dus geen kwestie van dat u de mond aan elkaar heeft laten naaien of zo. Helemaal niet. Je hebt openingen tussen je tanden. Hè? Hierachter tussen de kaken. Hè? En dan doen ze een draadje tussendoor. Het lijkt mij heel vervelend om zo te praten. Dus, die draaien ze gewoon aan elkaar en dan zit het dicht. Hè? Is dat pijnlijk? Helemaal niet. Echt niet. Wat doet u als u moet geven? Nou, dan, goeie vraag. Maak je gewoon die beweging dus, maar je kunt alleen je mond niet opkrijgen. Dat is zo geen probleem, echt niet. Dat is geen probleem. Laat u het nog eens goed zien. Zie je dit draadje? En dan heb ik aan deze kant ook zo'n draadje. Daar had ik hier dus nooit van gehoord. Ja, ik weet niet of het heel doortastend is. Maar veel klanten zijn hem gevolgd, vertelt hij nog later in het fragment. En dus ook effectief dat hij alleen maar sapjes, geen groentesapjes, hè, soep en milkshakes en dat soort dingen. Ja, het is een manier. Ik begrijp wel dat het effectief is, maar niet. Nee, ook niet zo gezond. Nee, volgens mij niet aanbevolen door topfokkers. Ik denk niet dat mijn schoonmoeder dit zou aanbevelen. Denk het ook niet. Nee. Maar je weet nooit. Kim, ik zou deze aflevering willen eindigen met een programma waar je supergraag naar keek als kind, namelijk de Droomfabriek. Oh, ja, met Bart Peters. Hè? Ja. Ja. Ja, dat was ook zo wel een familieprogramma toen, hè. Vrijdagavond, het moment dat zaten jullie dan samen voor tv? Ja, en daar keek je dan zo. Ik keek daar echt naar uit om dat te zien. Om dan. Er was toen ook niet veel anders. Ik kan mij dat toch niet herinneren. Dat was het programma van die moment. Ja. Ik vond dat heel schoon om te zien. Dat was ook echt pure feel-good. En je werd daar vrolijk van. En dat was tof en dat was leuk. Maar Peters maakt daar altijd een feest van. Absoluut, zoals altijd. En weet je nog waar het programma over ging? Ja, dan mochten de kijkers een gele briefkaart. Hey, dat was toen ja, zo. Ja, vroeger had je inderdaad een gele briefkaart. Ja. Met daarop een droom. En dan probeerden ze die te verwezenlijken, toch? Ja. Gewoon, ja. Simpel. En iets met een beertje was dat, maar ik weet niet meer wat ze met dat beertje deden. Ja, je kreeg op het einde dan een beertje. Ah, ja, wow. Ja, dat was een gegeer. Iedereen wou dat beertje hebben. Ja, dat was zoiets mee. Dat was zo het beertje van de Droomfabriek. Ja. Super simpel concept, maar geniaal uitgewerkt door Bart. Was een ongelooflijk plezant, creatief, warm, ontroerend programma. Eigenlijk het beste van Bart Peters in één programma. Weet je nog hoe het programma elke week eindigde? Dus je had was de droom, dat een gordijn of zo? Er was ook een gordijn, inderdaad, ja. Maar er was altijd een act op het einde. Ah, was dat niet zo met Gina Lisa soms? Had hij dan zo een liedje speelde? Je bedoelt La La La. Nee, dat slaat. Nee, dat weet ik niet meer. Wel, het eindigde altijd met een muzikale act. Dus met muziek. En dat waren grote hits die gebracht werden. Alleen werden die nooit gebracht door de originele artiest. Die werden altijd gebracht door bekende Vlamingen die doorgaans ofwel niet zingen ofwel helemaal verkleed werden. Nee, zo had je bijvoorbeeld de Championettes van de Kampioenen. Ah, dat weet ik nog. Dat is daar begonnen. Dus dat was eigenlijk Bart zijn idee om die samen een medley te laten zingen van hele oude nummers. En dat marcheerde. En zo zijn de Championettes dan toch een tijdje de baan op de boer opgetrokken. En week na week liet hij dus mensen, bijvoorbeeld ook mensen van de nieuwsdienst, van het journaal, liet hij dan zingen. De weermensen liet hij zich dan verkleden. Hij liet Christophe, de zanger, verkleden in hardrocker, die dan AC/DC deed. Ja, dat was al wel wat later, ja. 95, ja. Dat was al Christophe en zo, ja. Ja, dat was super tof. En ik heb voor jou een fragment geselecteerd waarin we dus ook zo'n muzikale act zien. En een aantal bekende Vlamingen die verkleed zijn. Aan jou te raden wie het zijn. Okay. Wel, we hebben hele grote, zware gewichten eigenlijk in de letterlijke zin van het woord laten komen. Hier is Bart al 34 ondertussen. Onder ik was net aan het denken dat ik Molle toen vond dat hij al oud was. En is eigenlijk wel mooi. En hoe oud ben jij? Ik ben helemaal niet trots op. Begeleid door de Londen Phil. Maar nu lijkt dat. Niemand minder dan Meatloaf, Alan Foley, Barry White en Mr. Demis Roussos. Ja, Demis Roussos, waar ik het daar net over had. Maar dat is natuurlijk niet de echte. Hè. Dus hier betreft dus hier ik moet raden wie het was. Bekende Vlaming die verkleed is.
is nog wat ver, hè? Ja, ja. Margriet Hermans. Margriet Hermans. Ik zag het dan aan haar voeten. Ja, toen ze nog een snor had, hè. Ja, dat is lang geleden. Toen liet de vrouwen nog alles jong. Staan. Ja, Margriet Hermans. Oh, die schaterlach is goud waard. Ja, fantastische vrouw, hè. Geweldig. Ja. Ze speelt hier Demis Roussos. Die dus dat dieetboek had uitgebracht. En ze draagt hier een van de kokers van de Pappenheimers. Ja. Maar ja, die kon nog zingen, dus dat was nog tof. Ja, absoluut. Inderdaad. Ja, er waren ook wel best wel mensen bij die niet konden zingen. Zometeen zien we er trouwens eentje. Hoe het ook kan. Ja. Maar ik vond dat fantastisch. Het was altijd heel spannend om te zien wie het was. Wie gaat het zijn? Ja, en hij kreeg toch altijd heel veel mensen overtuigd om dat te doen. Ja, maar ja, ja. Dat is tof, hè. Ja. Kelly Puff. Ja. Ah, dat zijn de zusjes Puff. Dat zijn de zusjes heel Puff. Toffe zusjes ook. Ja, Kelly, Debbie en Lindsay. Ladies and gentlemen, Mr. Barry White. Ja, Barry White. Is natuurlijk niet de echte Barry White. Is ook weer een bekende Vlaming. Zo ambiance ook altijd, hè? Ja, ja, je hebt al zo zin om in je studio te zitten. Ja, zeker. Zo. Zeker. Ik weet wie dat is. Ja. Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie Pfaff, inderdaad. Ja, die kan iets minder zingen. The one and only Jean-Marie Pfaff. Ook goed geschminkt. Ja, ja. Ja, toen kon dat dus nog, hè, dat je eigenlijk blackface, dat je als blanke in zwart schilderde. Maar ik vind ook dat zo, ze hebben dat zo precies zo'n beetje schoes meer opgesmeerd en het was goed. Juist, ja. Ja, en hier weer de zusjes van. Zo'n schoon meisjes ook, hè. Oh. Ja. Jean-Marie, prachtig, hè. Het enthousiasme spat er ook af. Ja, en ik stel me dan ook altijd de telefoon voor van Bart. Hoi, Jean-Marie, het is Bart Peters hier. Zeg, een vraagje. Dan moet je dat uitleggen, hè. Ik heb een ideetje. Ja, ja, ja. Oké, ik weet dat je geen zanger bent, maar stel... Maar je ziet, hè. Ja. Lukt dit hem is, toch? Dit is Debbie. Ja, goed die gedaan, Jean-Marie. Goed? Die meisjes. Ja, heel goed. Dan hebben we Meatloaf, die van Paradise by the Dashboard Light. Ik weet, ik heb al iemand in mijn hoofd die dat had kunnen zijn. Ja, en? Wie denk je? Ah, nee, het is een... Ik dacht, dat zal zo Sergio Quisquater zijn De stem herken je al, hè? Ja. Hij was toen niet geschminkt en had 3 dagen niet geslapen. Oh, hoe is het? Kom aan, Kim. Ja, ik moet hem nog eens zien. Ja, het is niet Jean-Pierre van Rossum. Willy Sommers. Willy Sommers. Die opkomen, ja. De levende maar die legende. Is wel goed. Allee. Ja, die smijt zich. Ja, die was toen zwanger van Isabella A. Ja, dat komt toen in die tijd ook nog even. Ja, dat is waar. Je was toen samen met Isabella. Ja, ja. Ja, dat is die periode, ja. Maar die kon nog zingen, dat is nog tof, hè. Tuurlijk, ja. Kan nog altijd goed zingen. Oh, nog? Kijk, en dat is Isabella A. Ellen Foley, zo, ja, dat is Isabella A, ja. Ah ja, dat was toen een koppel, hè. Ja, inderdaad. Dat kon allemaal in de 90s, hè. Oh. Alles kon in de 90s, Kim, maar alles komt terug. Kijk, hè, alles in golven, ook het gewone leven zal ooit op een dag wel eens terugkomen. Ik kijk er nu al naar uit, eerlijk gezegd. Ja. Maar wel op een kalmere manier. Ik geniet van de kalmte... Van het gebrek aan de ochtendrush. Ik vind dat wel tof. En denk je dat je dat zo gaat kunnen houden? Ik hoop dat, ja. Ik hoop... Ik ben er bang van, oprecht, Kim. Ik hoop... Ja, want binnenkort moeten die terug naar school en dan moeten we weer om 8 uur aan die poort staan en boekentassen in. En, ik ben er bang voor dat heel snel terug... Eigenlijk is er maar één manier om dat te doen, dat is dat we dat allemaal doen. De politiek zegt van, we moeten werken en alles moet top zijn, topprestaties. En dat is te veel. Ja. En dat is te veel. En eigenlijk is iedereen het daarover eens. Dat is het positieve wat we leren uit deze crisis. Ja, dat is wel voor veel mensen een eye-opener. Van, amai, ik ben nu veel meer bij mijn kinderen en rustiger. En ik heb meer rust in mijn hoofd, omdat er niet zoveel sociale verplichtingen op de agenda staan. En mensen met FOMO, die gaan ook even een break krijgen, denk ik. Fear of missing out. Geen feestjes, geen sociale verplichtingen.
Maar ja, langs de andere kant denk ik ook dat we dingen zijn gaan waarderen die we dan wel als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. En wij zijn dankbaar dat we nog kunnen werken. Maar veel mensen die thuis zitten gaan ook wel heel dankbaar zijn, denk ik, dat er terug routine is, dat je terug mocht gaan werken. Ja. En dat dat ook wel fijn is, dat je terug dankbaar bent voor dingen die daarvoor vanzelfsprekend waren. Zeker en vast. Kim, ik vond het ongelooflijk tof u te spreken. Ik ook, ik vond het ook tof. En ook echt tof. Om zo even nostalgische dingen te kunnen zien. Ik vind dat echt leuk. Ik hoop dat het echt iets voor u was, de fragment. Het is altijd een beetje gokken. Heel leuk. Dat is tof. Oké, Kim, merci. Ik bewaar de knuffel voor als we terug mogen. Heel graag. Doe het goed met Niels, met de kindjes. Succes in de supermarkt. Jo. En we hopen zo snel dat we binnenkort terug kunnen genieten van dertigers. Absoluut, ik hoop dat ook. We gaan ons best doen. Top. Houd u goed, Kim. Merci. Tot snel. Tada. Tot nu. Bye-bye. U bedankt om te kijken. Vrijdag is er terug een videoparty. Dan kijken we met een aantal bekende mensen naar een legendarische aflevering uit een legendarisch programma. Dat is rond 9 uur op Facebook Live vrijdag. Bedankt om te kijken. Hou u goed in uw kot. Hou vol. Tot binnenkort. Bye. Zal ik zeggen, dit was echt iets voor u? Ja, oké. Okay. En dan tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, voilà. Goed zo. Ja. Nog... Nee. Wacht. We gaan dat nu opnemen. Flinny.